Ja, dat kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op de kanaal, oftewel Rotjoch. En we spelen weer map van een kijker. Zoals je kan horen, ben ik super verkoud en mijn stem is een beetje fucked up. En ik weet het, ik kan er niks aan doen. Het spijt me, iedereen is wel eens verkouden. En, wat is mijn haar trouwens, gek. Leuk flapje. In ieder geval, we gaan er gewoon lekker tegenaan. We spelen weer map van een kijker. En jongens, de laatste tijd ben ik erg tevreden met de maps die ik binnenkrijg. Want ze zijn hartstikke leuk, hartstikke tof. En we gaan gewoon lekker meteen beginnen natuurlijk. We beginnen met de allereerste map. Is van Ramon Gunsing. En die stuurt, yo, Dylan, ik, Ramon, heb een map met allemaal verschillende onderdelen. Als verkeerd spawnt, vlieg lopen even naar het huisje. We beginnen erop. Ja, als goed spawn ik goed. Ook ga ik nog een nieuwe map maken met de naam Hex. Die ga ik ook opsturen. Alvast bedankt voor het spelen van mijn map. Lata. Ramon. Nou, Ramon. Gunsing. Ramon. We gaan kijken of het leuk is. We gaan lekker in-game. Hier zijn we. In-game. Goed. De volgende vraag is. Als je niet in-game op 0 zit, ga dan AOB daarin. Nou, dat ga ik meteen doen, Ramon. Sorry hoor. Sorry dat je boos werd. Oké, we gaan ervoor. Ik moet kijken trouwens om me heen. Dat is allemaal mooi hier. Boy. Is dat hier begin? Oh, is het begin op? Leuk. Hey Dylan. Hallo Dylan. Welkom bij mijn map. Ik heb hier heel veel tijd gestoken. Want er niks met World Edit is gedaan. Wow. Voor een goede map, denk ik. Dus, wordt een goede map, denk ik, is het goed. Dus ik denk, geniet ervan. Mooi. Helper, help mapmaker Ramoni. Ramon, thanks. Ik heb er heel veel zin in. Tot nu toe zijn alle mappen heel erg leuk. We gaan ervoor. Er zijn natuurlijk ook regels in deze map, zoals geen blokken breken. Zo min mogelijk in game mode gaan. En doe wat je gevraagd wordt. Good luck. Ik moet game mode 0, hè? Niet 1. Aha. Oké, okay, lees het AB. Oh, lees het AB. Heb je nog wat anders in je inventory? Drop het dan alvast in een hoekje. Ik heb niks in mijn inventory. Nou, klaar voor het eerste onderdeel. Ik ben er klaar voor. We gaan het doen. Teleporting. Oké, okay, hij heeft alles wel geregeld met, zeg maar, redstone dingetjes. Hartstikke tof. Sta op de pressure plate en spring er maar. FPS, kijk omhoog. Oh, what the fuck, yo. Auw. Dit is zeer. Auw. Dude, deel. Je bent echt een sukkel. Jongen, dan gaan we het weer krijgen. Oh ja. Wauw, dit is wel vet gedaan. Al die hoge jump. Oh, fuck a dick, man. Jullie weten allemaal dat ik heel niet goed kan jumpen met die rare krachten. Dat weten jullie nou wel. Nou, ik ga in game mode 1 voor ik dood ga zo meteen. Echt waar, dit is echt niet slim. Oké, daar gaan we. Ik ga springen. Oh ja. Yes, hebben ze. Oh, je moet gewoon lopen, anders haal je dat niet. Oké, ik heb hem door, jongens. Bam, checkpoint. Checkpoint is gehaald, jongens. Hup. Laatste flats. De eerste. Deze is op het nippertje haalbaar. Good luck. Hop! Oh, gehaald! Oh, oh, ik sprong dubbel. Ik sprong dubbel. Hebbes! Oké, okay, ik heb hem door. Hop! Hebbes. Spring naar beneden in het water. Oké, okay, waar is het water? Oeh, ik heb helemaal geen render distance. Dus ik zie geen ene water. We gaan gewoon proberen het water te springen. Ook al zie ik helemaal niks. Oh, daar is het. Die is heel. Niet haalbaar, omdat ik het niet gehaald heb. Maar! Ik zit in game mode 1. We gaan weer naar game mode 0. Game mode 0. In ieder geval, dat was wel gaaf, Ramon. Dat vond ik leuk gedaan. Leuk gedaan. Klik op mij voor de quiz. We gaan voor de quiz. Ik doe even time set 0. Dan is het weer licht. Klik op het goede antwoord op de sign. Sta AUB op het groene wil. Op het groene wil. De groene wil als je antwoord wilt geven. Oké. Okay. Wat is de vraag? Wat is de oorspronkelijke naam van het Sovjetgebied Minecraft Public Server? Van Minecraft Public Server. Dat is Industrial. Industrial. Haha, het Sovjetgebied, oftewel het Russische gebied. Dus Industrial ben ik nog nooit geweest, toch eigenlijk in Mytopia? Slecht, maar ja, dat weet hij. Hoeveel werelden zijn erbij gekomen in Mytopia? Mytopia, zullen jullie veel tellen niet mee? Dan heb je Cutraxia, Rolandia, Gradle, zijn er drie. Gradle, Cosmopolitan, Heratopia, Industrial, Malibu, Wastelands. 8. Heratopia had ik al. Industrial had ik al. Maar Cosmopolitan had ik ook al. 2 is 8. Auw! Het was nog goed? Oh ja, ik zie dat ik had hem goed. De money had 2 deaths. Ik heb 0 deaths. Oh, het is een beste tegen de money. Ik zie, oh, niet. Die deaths worden erbij. Ja, oh, goed. Ik zo. Wie heeft cocaïne in de schuur? Gijs, Dylan, Wouter. Wouter. Heeft cocaïne in zijn schuur. Het is echt een Mytopia quiz, jongens. Maar ik weet veel van Mytopia. Dat ga ik goed komen. Hoe hoog is het F5 bouw? Oh, fuck. Op 20, 12, 6, 15, aflevering 93. 20, 12. 9 hoog. Volgens mij was hij goed, right? Ik bedoel, anders krijg ik damage. Of was hij fout als ik damage krijg? Nu krijg ik alleen maar damage, ook had ik hem goed.
Nou, wat is mijn Minecraft naam? Ja, Minecraft naam is Ramoni. Met dubbel R, deze. Ebbes! Hahaha! Die kant op. Oké, ik ga die kant op. Druk op de eerste button, op de uitleg button. Good luck. Oh, ik krijg weer een nieuwe kamer, jongens. Ik ben er helemaal klaar voor weer. Uitleg button, druk erop. In dit onderdeel heb je verschillende waves met mobs. Ah, net zoals je livestream van laatst. De laatste livestream met David. Je krijgt een paar spullen die je hard nodig gaat hebben. Succes. Ja, ik ben er klaar voor. Wat is salt? Speed boost. Oké. Laat een steak. Oké, mooi. Ik heb een steak nog niet nodig, maar ik pak er wel even een stack uit. Oké, kom aan, bitches! Kijten! Streven! 360's! Ah! Kom op dan, hè, bitches! Oh, kleine mannetjes. Kom op, stop, slimies. Ga dood, slimies. Oh, fuck duck, man. Oh, die slimes zijn irritant. Maar ze zijn dood. Mooi! Op naar wave nummer 2. Dat was een makkelijke wave. Ah, fuck man. Skeletons. Oh, hij heeft een pistool in zijn hand. Mindtopia texture pack, please. Maar dat maakt niet uit, want ik heb deze dudes dood. En ik ga gewoon rondjes cirkelen. Het werkt eigenlijk het best tegen zombies, als het goed is. Heen en weer is helemaal niet slim. Rond cirkelen werkt het allerbest, volgens mij. Dat besluit ik gewoon door deze nu nooit geprobeerd. Oh, kut. Doe ik weer een W2. Shit, doe ik gewoon... Is het putje? Werkt dat? Nee, het werkt niet op dit. Kut. Nee, deel. Oh, wat ben ik een sukkel. Ik ben een sukkel. Twee keer wave 2 dan maar gedaan. Dan sla ik wave 3 wel even over. Anders duurt deze map wel heel erg lang. Als ik alles dubbel ga doen. Oké, maar niet uit. Ik heb een kill gemaakt. Dan gaan we. Wave nummer 4 dan maar. Hatsflats. Oh, nee! Oké, die heb ik wel echt gerekt gewoon. Hij schoot die vuur die bal op me. Van die vuur arrow ding. Ah! Kom hier, Vicky. Oh, dat was hem al. Oh, nee! He's still alive. Kom hier, Blaze. Hatsflats. Auw. Wat de f... Oh! Ik word geraakt door silverfishes! Ik dacht dat Tico wat zitten bij laten kietelen! Sommige kut silverfishes. Nou, wave nummer 5. Fuck my duck. Gewoon spiders, ga dood. Come on, I got this. I believe. Paf. Zit ik klikken? Het kan ik helemaal niet, maar ik klik er zelf, het kan eventjes. Oké, mooi. Deze gasten allemaal dood. Dit was best wel een easy ronde. Blijf uit het water weg, boef. Of als je in de fik staat zeker. Sta je in de fik, ga snel hierin staan. Ja, dat had ik ondertussen wel door. Dus dat is helemaal gefixeld gewoon. Dat was niet zo heel lastig. Wave nummer... Nou, oké, hoi. 7 ondertussen. Wave 7. Oh, witches! Oh, fuck. En guardians. Dude, what the fuck? Oh, man. Oh, witches. Ow. Oh, die motherfuckers in het water. Dan zijn ze sterk, toch? Au. Stomme witch. Nee, dat is sterven met je dikke neus. Hatsflats. Oké, okay, jij? Een soort Magikarp. Drogen. Au. Holy fuck, ouwe. Dan krijg ik veel damage daar. Au, kappen. Ah, sterf. Ik heb nog 2 hartjes, jongens. Oh, nog één hartje! Ik ben dood! Oh my god, dat is slecht. Ah, ga bijna, hier krijg je een... Ik krijg een health regeneration. Oh, ik heb niet eens gelezen, ga bijna dat ik krijg een health regeneration. Nou goed, in ieder geval wave nummer 8. You wanna fucking go, you little fucker? Huh? Come on, Pac-Man. Oh. Oké, ik pak eens jou aan. Nou jou. 1v1 me, bro. Wee. Ik stek in het water, jij. Oké, ga je pakken. Hij gaat dood, die heb ik. I got this. I fucking got this. Hoppa. Ik ga lekker eens een gear aantrekken, want ik ben een stiekemert. Oh, zo. En healen. Toppertje. Oké, dit was gaaf. Leuke waves. Moeilijke waves. Voordat je deze wave gaat doen, laat het eerst regenen. /set rain. /weather rain. Hebbes. Let op even extra items. Oké, ik mag wel extra items in mijn inventory zetten inderdaad. Ik denk dat dit het beste is. Wave 9. Zo'n hulpje is er ook. En die heeft de sand key die je dadelijk nodig gaat hebben. Succes. Daar komt wie? Oh, is een hero, right?
Oh my god. Ik heb de set key. Ik heb de set key. Alleen deze dude is sterk. Hij is snel. En ik heb geen golden sword. Golden apple genomen. Terwijl ik het wel moet doen. Heel op rij, please. No. Ik ga op het knopje drukken. Oh, dit is cool. Ik kom op het knopje drukken. Laat me met rust, Herobrine. Hij is sterk. Oh. Get fucking wrecked. Oh. Ik dacht ik hem gewrekt had hierin. Maar hij gaat bijrekken. Ik ga doden, Herobrine. Oh, kut. Ik druk op het boven. Dit ding is niet slim. Nee. Please, Herobrine. Nee. Oh, deze boss fight is zo sterk, jongen. Wow, hij is strong. Hij is sterk. Hij is zo sterk. Hij had ook een knockback natuurlijk. Auw. Kom op. En weer op het ding drukken. En weer even speed boosten. En ik ga weer even drinken. Of eten. Oh, dit is cool, man. Dit is echt cool. Ja. Het is irritant. Daar gaat hij door me heen. Hij schrekt me. Hij rekt me. Knopje. Eten. Golden apples. Oké, mooi. Het gaat goed. Ik heb nog een kans. Auw, hij is zo sterk, jongen. Hij is zo fucking sterk. Knopje. Golden apple. Kom op dan. Ga nou eens dood, jongen. Verdomme. Ga nou eens dood. Please, ga dood. Knopje. Oh, die gast is sterk, jongen. Is dit een ander zwaard? Superpower zwaard, ja. Dit is superpower zwaard. Die is een stuk beter, denk ik. Ik ben een sukkel. Dit is het superpower zwaard. En hier zit 23 attack damage op en hier op 9. Het verschil is best wel groot, zeg maar. Dus, ja. In ieder geval, dit vond ik echt tof. Dit was echt een vette fight, jongens. Dadelijk, succes. Ga je dat nodig hebben. Druk hier wanneer je alle waves gehad hebt en de sand key hebt gevonden. Waar is de sand key? Is de sand key hier ook? Ja toch? Sand key. Ja hoor. Boom. Volgens dit dan is mijn commandblok werk van deze mob arena. Er zit super veel tijd in om die mobs met armor en zo te maken. Als je dit niet interesseert. Of wacht nog even, klik dat door. Succes nog verder. Yo. Wow. Moet je zien. Ik vond het al een hele vette boss fight. Ik vond al die shit super vet. Al die waves. En ik zie ook waarom. Er zit gewoon kei veel werk in. Dit is echt. Petje af, jongen. Petje af. Jullie weten dat mijn goal. Ik ben eigenlijk gewoon vooral met redstone. Dit is gewoon insane. Echt waar. Wauw. Stop alles even in je inventory. Stop alles even in je inventory behalve de sand key. Wat? Ik begrijp je vraag niet. Ja, ik ben benieuwd. Oké, ik druk gewoon hierop. Goed, gebruik je sand key om de gravel poort te openen. Er zit ergens een gat met een bordje verstopt. In de gat moet je het sand key ingooien zodat de deur open gaat. Succes. Oké, er zit ergens een gat met een bordje verstopt. En daar moet ik de sand key ingooien. En dan wordt me heel veel succes gewenst. Hoi. Is dit het gat? Aha! Plaats zit onder de sand om de deur te openen. Moet ik het plaatsen of moet ik het gooien? Nou dus. Hoppakee. Ik heb het gedaan. Ik heb de sand key geplaatst. Welke deur gaat er nou open? Is dit de deur? Dit is de gravel deur. Aha, hij is goed. Loop verder. Oh, oké. Ik ben weer ergens anders. Ik heb geen inventory meer. Dit is zoek de uitgang. Succes. Oh, fuck. Dit is een doolhof-achtig iets. Het is echt vet donker. Oh, man. Dit is cool. Zoek de uitgang. Ik denk dat die... Hoe moet ik de uitgang hier gaan zoeken? Ik loop hier de rand. Ga ik even kijken. Hallo? Is er iemand? Oké, het is dus niet in de buurt. Dan moet het in de grond zitten, de uitgang. Het is niet anders. Oké, het moet in de grond zitten, de uitgang. Waar de fuck zou het kunnen zijn? Het moet in het water zijn. Het kan niet anders dan. Is dit het? Want hier zit een ander soort steen. Dit is klei. Oh, ik mag geen blokken breken. Dus nee, dit is niet de antwoord. Sorry. Ik mag geen blokken breken. Wow, oké. Zoek de uitgang. Ik mag geen blokken breken. Ik wil tips hebben, jongen. Dit is een beetje lastig, zo de uitgang zoeken. Godverdomme. Want dit heb ik kapot gemaakt. Hier mag ik niet zijn. Oké, dit is het ook niet. En die kledingen. De uitgang. Hoe de fuck kom ik hieruit dan? Succes. Oké, dankjewel. Maar hoe? Ik weet het niet. Ik ben aan het kijken, luisteren hier aan de zijkant. Maar hier is helemaal niks.
Hoe de fuck ga ik hier... Ai, gedood, vleermuis. Sorry. Is hier de uitgang? Ik zoek de uitgang. Hallo? Is it me? Nee, it's me. Maar ik zoek het. Hallo? Waar is hier de uitgang? Hebbes. Verdomme. Goed zo, druk nu op de button. Gedaan. Wow, wat is dit? Oh nee. Welkom bij de redstone puzzel. Fuck, succes. Pittig. Spijtig. Lastig. We gaan het gewoon doen. Alles wat je nodig hebt hebben, plaats alleen maar wat je nodig. Plaats alleen op quartz blocks AB, dankjewel. Hij geeft al uitleg. Oké, wat is de puzzel? Wat is de bedoeling? Oh, die te openen. Jongens. Mijn redstone skills, jongen, dat weet je toch. Toch gewoon hier dan. Oh, het mag alleen op quartz geplaatst worden. Dan haalt het in dat ik dus... Oh, die moet aanzetten. Is dat niet gewoon zo... Ja, hey! Die had ik door. Pas op voor de gaten in het glas. Ah, ik zie ze. Oké. Moest ik het op Game Mode 1, denk ik? Ja, ik denk dat ik op Game Mode 1 moest. Game Mode 1. Volgens mij heb ik het niet gelezen. Ik ga even terug. Welkom bij Redstone Puzzle Succes. Want ik heb helemaal geen redstone meer verder. Dus ik doe gewoon dit nog een keer. En dit heb ik weer wat ik nodig had. Ik ga het gewoon kijken. Als het niet zo goed als het niet is, dan doen ze het niet zo. Volgens mij wel. Pas op voor de gaten in het glas. Oh nee, ik moet gewoon die levers overhalen weer. Oh nee, dan gaan we dit weer krijgen. Fuck, hier was ik zo slecht in vorige keer. Uiteindelijk moet dus het blok, denk ik... Waar moet het blok eigenlijk te komen? Want ik zou het echt niet weten. Hier of zo? Weet ik het. Ik ga... Pas op voor de gaten in het glas. Hoppakee, deze heb ik door. Hoppakee, die heb ik ook door. Hoppakee. Deze moet ook even weg. Dan doen we deze aan. Dan kan hij het zand plakken, pakken. Dan doe je hem terug, dan haalt hij hem weer weg. Dan haal je deze over, dan gaat deze ingezakt. Dan haal je die over, dan gaat hij eruit. Dan druk je hem in hier, dan gaat hij naar voren. En dan valt het schakje naar beneden. En dan gaat het deurtje open. Brababa, ik heb hem. Krakaka. Hartstikke goed. Door. Ren en spring tegelijkertijd. Je gaat mega snel. Ik ga weer op game mode 0. Oké. Oh, nee. Oké, dan gaan we. Hey, het gaat lekker zo. Nou, het fake vingers in mijn neus. Zou ik het kunnen? Bash op de knopjes. Better. Aha. Yo Dylan, super bedankt voor het spelen van mijn deck. Nou Ramon, jij bedankt voor het maken van je map. Ik heb er super veel tijd in gestoken. En ik hoop dat je het ook deze map heel leuk vond. Succes met je YouTube kanaal. En ik hou van het nieuwe uploadschema. Doei! Klik op mij voor Game Mode 1 en TNT. Boom. Nou, als allereerste voor ik TNT ga doen. Nee, ik ga eerst TNT doen. Ik ga niks doen hoor. Als je de map wil zien, druk even naar boven. Alle onderdelen zitten wel ver van elkaar af. Met vriendelijke groet. Ramoni. Ik druk hierop. Oké, dat is niks. Oké, ik ga boven vliegen. In ieder geval Ramoni. Holy fuck, jongen. Ik zeg het je eerlijk. Ramoni, dit was echt een super awesome map weer. Ik bedoel, tot nu toe heb ik echt maps gespeeld. Waar ik echt gewoon... Mwah. Mwah, mwah, mwah. Er zit zoveel moeite in. Het zag er goed uit. Het was een leuke spelletje. Je hebt de redstone... puzzel gemaakt voor mijn niveau. Dat ik het snap. Ik heb in die één keer gezegd van... ik weet het niet meer. Ik heb je map verduikt. Ik had het bijna. Maar ik vond hem echt super tof. Zeker weten. Dit is zeker ook weer een 8,5. Of een 10, weet je wel. Ik ga geen cijfers meer geven. Ik zeg alleen maar vet of niet vet gewoon. Want deze map... Het is dat die andere ook eigenlijk. Het was allemaal een 10. Het is echt super dope. Super tof, Ramoni. En Ramon dus. Echt bedankt voor het opsturen van je map. Ik vond het echt super tof. In ieder geval mensen. Wil jij ook een map opsturen naar mij? Dat kan. Ik stuur een e-mail naar rotjochmap@hotmail.com. En dan kan je gewoon rustig een e-mail sturen met... Hey Odil, dit is mijn map. Stuur het lekker op. En dan ga ik misschien voor jullie spelen. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Ramon, jij zeker bedankt voor het maken van deze super vette map. Alweer. Toffe ding. Ik zag dat ik ook een extra map gaan maken. Die heet Hex. Dus ik heb er heel veel zin in. Oh! Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Als je map van de kijker heel erg leuk vindt. Zie ik je graag in de volgende video. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. Later. De mazzel. Tot ziens. En natuurlijk. Peace.